Welkom. U ook daar? Zeker welkom. We hebben vorige keer een aantal spreekbeurten gehad over de letter V. Ofwel wel niet specifiek over de letter V, maar juist meer over wat woorden die beginnen met een V inhielden. En ik zal een kleine inleiding geven voor degenen die daar nog die niet bij zijn geweest. Tijdens de kerstdienst van 2014 gaf de Heer mij de opdracht van dat je alle woorden moet op, dat ik allemaal woorden moet opschrijven met een V begonnen. En nou, dat waren er nogal wat. Ik begon eigenlijk diezelfde dienst, diezelfde avond al op te schrijven. En er kwamen echt ontzettend veel woorden natuurlijk tevoorschijn. Want ja, gaat u maar zitten, dan kom je met heel veel woorden met een V uit. Maar toen had ik zoveel woorden dat ik aan de Heer moest vragen, Heer, wat wilt u dat ik met deze woorden doe? En toen zei ik van, ik wil dat je het opsplits in eigenlijk in drie delen. Nou, eigenlijk in twee, maar eigenlijk in drie. Het eerste deel was, ik wil dat je alle woorden eruit haalt die met mij te maken hebben, dus met Jezus. Ik wil, en die ik de mensen geef. Ik wil dat je alle woorden eruit haalt die te maken hebben, ook met Jezus, maar waar de mensen zelf een keuze kunnen maken. En alle woorden die overblijven, die gooi je weg. Dus eigenlijk waren het drie porties. Nou, er waren dus twee delen die overbleven. En in deel 1, dat waren 13 woorden die overbleven die Jezus ons heeft gegeven. De inhoud van die woorden althans ons heeft gegeven. En waarin we dus naar mogen leven. Maar dat hebben we al besproken vorige keer, dat was in de inleiding dit. En deel 2, dat waren 31 woorden die overbleven, die Jezus ons heeft gegeven, waarin we zelf keuzes moeten maken. En nou goed, we zijn inmiddels bij het laatste stukje aangekomen van deze serie, zeg maar. Want de laatste 5 woorden, daar zijn we nou. En dat is het woord vel. Venijnig, volk, waarbij ik dan het volk Israël bedoel, vies en vlees. Nou, we gaan even kijken ook naar de tijd, maar ik had het echt wel op mijn hart om het ook wel vanochtend af te ronden. Maar laten we eerst even met elkaar bidden. Trouw Vader in hemel, ik dank u wel, Heer, voor uw liefde. Ik dank u voor uw trouw, Heer. Ik dank u ook, Heer, dat u een inspirerende God bent, Heer. Een God die geeft, maar ook die een opdracht geeft, Heer. En ik wil u vragen, Heer, wilt u het woord zegenen? Wilt u mij zegenen? Wilt u mij echt gebruiken, Heer? Als een doorgeefluik, Heer, wat u ons allemaal te vertellen hebt, Heer. Dank u wel, Heer, dat ik het voorrecht mag hebben om hier te staan, Heer. Maar help mij, Heer, in Jezus' naam. Heer, zegen ook de mensen, Heer, die het woord aanluisteren, Heer. Dat ook als het maar één woord, Heer. Heer, we weten het, Heer, één woord kan een mensenleven compleet veranderen, Heer. Heer, ik bid en ik vraag u trouw, Vader, dat het ook deze ochtend mag gebeuren, Heer. In Jezus' naam alleen. Amen. Nou, ik hoop dat u uw Bijbels ook bij u heeft. We zullen ook een aantal keer uit de Bijbel gaan lezen natuurlijk. En daarom wil ik met u beginnen met Efeziërs 4. Dat is eigenlijk ook de inleiding van deze spreekbeurt. Efeziërs 4. We beginnen bij vers 11 tot en met vers 16. Efeziërs 4, vers 11 tot 16, die zegt het volgende. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloof en der volle kennis van de Zoon Gods bereid hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig op en neer, heen en weder geslingerd, onder invloed van allerlei wind en leer, door het valse spel der mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij ons aan de waarheid houdende in liefde, in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams om zichzelf op te bouwen in liefde. Dat heeft ook wel een beetje te maken met die vier leden die we vanochtend ook mochten toevoegen aan het lidmaatschap van de kerk. Het is het hele lichaam wat uiteindelijk moet functioneren. Iedereen krijgt zijn taak, zijn talent, die het lichaam mag ontplooien. Daar wil ik toch iets over zeggen, nog eventjes. Vooral over Mirna en Robert. Hun zijn echt de kartrekkers. En niet van de kinderen van de toekomstige kerk, maar het is deze kerk. De kinderen die hun eigenlijk allemaal met liefde hebben omsloten in hun armen, dat is de kerk van nu. Sommigen zeggen wel eens van de kinderen zijn de toekomst, de kerk van de toekomst, maar ze zijn er nu. Dus dat wil ik even nog toevoegen. En ik doe geweldig werk.
Wou ik nog eventjes zeggen. We gaan beginnen dus met het woord vel, het 27e woord van deze serie. Voordat ik het vergeet, ik haal een tekst uit de NBG, NBG uit 1951. We zullen ook wat vertalingen tegenkomen, alleen die gebruik ik puur en slechts alleen maar om het Nederlandse moderne taalgebruik te gebruiken, omdat het dan net even wat makkelijker te begrijpen is. We zullen ook een hoop bijbelstukken voorbij zien komen, waar ik je niet zal vragen u op te zoeken in de Bijbel, maar gewoon met een mee te lezen of gewoon op te schrijven. En als u zegt van, hey, ik vond het toch wel interessant om dat als naslagwerk te hebben, dan kunt u gewoon aan mij vragen of die bijbelstukken aan u kunt, en de uitleg erbij, dan kan ik ze gewoon aan u meenemen, als u daar interesse in hebt. Okay. Het wordt, dus eigenlijk zijn het vier spreekbeurtjes in één, hè? Zo mag ik het eigenlijk wel, of vijf spreekbeurtjes in één. We beginnen met het woord vel, het 27e woord. Wanneer uw huis vuil is, wanneer u een tijdje niet gepoetst hebt, zal u zich daaraan vanzelf gaan ergeren en gaat u hoogstwaarschijnlijk aan de gang. U gaat poetsen. Wanneer u uw ramen een tijdje niet gewassen hebt, gaat u dat vanzelf zien en u of uw partner gaat de ramen vrolijk staan zemen. Wanneer u een vuile vaat hebt staan, dan komt er vanzelf een moment dat u de borstel op de hand neemt en de was gaat wassen. Sommigen in ons midden, en ik vermoed eigenlijk wel de meeste, zullen wel een vaatwasser hebben. Drinken uit een vieze beker of eten van een eerder gebruikt bord, dat vinden we vies. En dat is het ook. Vuiligheid, wat we zien, daar doen we wat aan. Dan gaan we aan de slag om de boel schoon te maken. Op een of andere manier hoort vuil niet in ons leven. We willen graag de boel schoon houden. En daarom dragen we ook schone kleren. Gelukkig hebben we naast de vaatwasser, de stofzuiger, ook hebben ze ook de wasmachine uitgevonden. Dat is een hele zegen, toch? Mijn vrouw en ik zitten al jaren te wachten op een echte strijkmachine. Vuiligheid in ons leven, vuiligheid in ons huis, willen we niet. Wat we al helemaal niet willen, is dat iemand, een bezoeker, een familielid of zelfs iemand uit het gezin zelf, vuiligheid het huis mee inneemt. Wat heb je nu weer onder je schoenen? Getver, hondenpoep. Ga naar buiten en maak het schoon, voordat je het huis verder bevuilt. In Ezechiël, hoofdstuk 24, vers 13, hoeft u het niet op te zoeken. In Ezechiël, hoofdstuk 24, vers 13 staat het volgende. Om uw ontuchtige onreinheid, omdat ik u heb willen reinigen, maar gij u niet reinigen liet, daarom zult gij niet meer rein worden in uw onreinheid, totdat ik mijn grimmigheid tegen u heb laten woeden. Als we dat vertalen naar het moderne Nederlands, dan staat er het volgende. Het is de roest en slechtheid van uw ontucht, van uw afgodenverering. En omdat u zich niet door mij, God, wilde laten reinigen, bent u vuil gebleven. Blijf nu maar smerig, tot mijn toorn alle rampen over u heeft gebracht. Wanneer u, of een gezinslid, of een familielid, of een bezoeker, hondenpoep onder zijn schoenen heeft, dan zegt u er wat van, blijven de schoenen buiten staan. Of u gaat direct over tot reinigen. Toch? Klopt dat? Ja? Ja. Of is hier iemand die met hondenpoep onder zijn schoenen gewoon het huis ingaat? Nee, ja. Wanneer we dat toch toelaten, dan komt de hondenpoep aan de vloerbedekking, op de trap en mogelijk zelfs op de bank. Gratie, wat een vieze bende zal dat worden. Zelfs uw medebewoners, uw gezinsleden, zullen zich maatloos ergeren aan deze viezigheid. En mogelijk er zelf instappen en de vuiligheid verder in het huis verspreiden. En de lucht die het met zich meebrengt. Ah, moet u niet aan denken. Smerig is het als u deze vuiligheid gewoon in uw huis binnenbrengt zonder belemmering. Niet alleen de smerigheid zelf. Wat denkt u dat niemand zich zal ergeren aan de lucht? Zelfs zonder het te zien zal een ieder zich ergeren aan de lucht alleen. U houdt dus de vuiligheid buiten uw huis. Bij kinderen zeggen we zelfs na het buitenspelen, kijk eerst onder je schoenen voordat je de gang binnenstapt. Ze worden, of wij en zij, we zijn er al vanaf klein af mee opgevoed. We hebben net gelezen in Ezechiël dat we ons moeten laten reinigen van onze onreinheid. De Bijbel heeft naast dit vers nog vele andere versen waarin we worden opgeroepen dit te doen. En waarom? Omdat God dan zijn grimmigheid van ons zal afwenden. Als we ons dus niet reinigen, staat in Ezechiël, zal hij zijn grimmigheid tegen ons laten woeden.
Dit zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden uit onze werkershandleiding voor het leven, de Bijbel. Daarom is het van wezenlijk belang wie en wat we in ons huis toelaten. Soms zie je wel eens van die bordjes boven de deur hangen met de tekst: mijn huis en ik dienen de Heere. Maar dienen betekent ook bepaalde gedragingen of zelfs mensen niet toelaten in je huis. Ik zou haast willen zeggen: hou de hondenpoep buiten. Hou uw huis rein. Bid voor degenen die in onreinheid leven. Bid voor uzelf dat u in reinheid blijft. Of bid dat de Heer u reinigt als u in een omgeving bent geweest waar u vuil bent geworden. Bid voor reiniging in alle omstandigheden. Ook juist op momenten dat u het niet weet. Hou uw huis rein. Laat de vuiligheid buiten voordat uw medebewoners er zich aan gaan ergeren. Of erger nog, als de medebewoners de vuiligheid zelfs gaan verspreiden. Zacharia hoofdstuk 3, vers 3 en 4 staat het volgende. Jozua nu was met vuile klederen bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zeide tot hen die voor hem stonden: doet hem de vuile klederen uit. Hij zeide tot hem: zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg, ik trek uw feestklederen aan. Vertaald in het moderne Nederlands is het volgende. Jozua had erg vuile kleren aan toen hij voor de engel van de Heere stond. Toen zei de engel tegen de anderen die daar stonden: trek hem zijn vuile klederen uit. En zich tot Jozua wendend zei hij: kijk, ik heb uw zonde van u weggenomen en geef u nu deze feestklederen. Malachi 3, vers 2 staat het volgende. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen en wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. In modern Nederland staat er: maar wie kan in leven blijven wanneer hij verschijnt? Wie kan zijn komst verdragen? Want hij is als een gloeiend vuur dat de kostbaarste metalen loutert en hij reinigt als iets dat de vuilste kleren kan verbleken. Jozua 24 vers 15 zegt: maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Het bordje waar we het net over gehad hebben. Alleen Jezus kan ons reinigen van onze zonden. Alleen Jezus kan ons reinigen van onze ergste zonden. Alleen Hij, alleen Jezus. Ik en mijn huis dienen de Heere. Het is een oproep aan ons allen: hou uw huis rein. Het 28e woord, venijnig. Mag ik u vragen Psalm 58 voor u te nemen? Psalm 58 zullen we samen lezen. Om het woord venijnig verder uit te diepen. Psalm 58. Spreekt gij, goden, inderdaad recht? Richt gij de mensenkinderen rechtmatig? Veel eer bedrijft gij euveldaad in het hart. Op aarde weegt gij het geweld uw handen af. De goddelozen zijn van de geboorte aan afvallig. De leugensprekers dwalen aan de moederschoot aan. Hun venijn is gelijk het venijn van een slang, als een dove adder die haar oor toesluit, die niet luistert naar de stem der bezweerders, noch naar de volleerde belezer. O God, verbrijzel hun tanden in hun mond, sla de hoektanden der jonge leeuwen uit, Heere. Laten zij vergaan als water dat wegvloeit. Legt hij zijn pijlen aan, dan mogen zij als afgestompt zijn. Laten zij vergaan als een slak die voortkruipend wegsmelt, als de misdracht van een vrouw die de zon niet heeft gezien. Voordat uw potten de dorens bemerken, zowel groen als verschroeid, stormt hij hen weg. De rechtvaardige zal zich verheugen wanneer hij de wraak aanschouwt. Hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddelozen. En de mensen zullen zeggen: toch is er loon voor de rechtvaardige. Toch is er een God die recht doet op aarde. Modern Nederland staat er het volgende. Zouden de afgoden recht kunnen spreken? Leiden zij de mensen op de juiste weg? Nee, zij zetten de mensen juist aan tot slechte daden. Hoe meer geweld op aarde, hoe beter, vinden zij. De ongelovigen willen al vanaf hun geboorte Gods wegen niet volgen. De leugenaars liegen al sinds zij hun moeders lichaam verlieten. Ze zijn venijnig als slangen en luisteren met dovemans oren. Ze luisteren naar niemand, wijs of onverstandig. O God, vernietig hen toch. Maak hen machteloos als een jonge leeuw waarvan de hoektanden verwijderd zijn. Heren, laat niets van hen overblijven, zoals ook niets overblijft van water dat in de grond wegzakt. Laat hun wapens onbruikbaar zijn. Laat hen vergaan als een smeltende slak, die zijn weg niet kan vervolgen als een miskraam.
of die nooit het daglicht heeft kunnen zien. God vernietigt hen eerder dan een kookpot de hitte van het vuur van brandende torens opmerkt. Zijn volgeling is blij als hij ziet hoe alles wordt gewroken. Hij was zijn voeten in het bloed van de goddelozen. Iedereen zal dan bevestigen dat er toch een beloning is voor wie God volgt. En er is op aarde maar één God en hij zorgt voor goed, voor recht en gerechtigheid. Het studieboek Het Leven geeft ons de volgende uitleg over deze psalm. Dit wordt zogenaamd een vervloekingspsalm genoemd, omdat het zo intens om recht roept, dat het op het eerste gezicht lijkt alsof het om wraak roept. Het Oude Testament staat vol verwijzingen naar gerechtigheid en dat is één van de belangrijkste onderwerpen in de psalmen. Helaas namen in die tijd veel rechters en heersers in de oude tijd het recht in eigen hand. Ze konden alles doen zonder rekenschap af te leggen of gebruikten hun macht omgezet in wetten die ten voordele waren van hunzelf. Als aardse rechters corrupt zijn en er is weinig hoop op gerechtigheid, maar God houdt van gerechtigheid en mensen die hem gehoorzamen. Wij zullen dan ook, als we zijn gerechtigheid en gehoorzaamheid volgen, in eeuwigheid volmaakte rechtvaardigheid ervaren. Juist nationale leiders horen eerlijk en rechtvaardig te zijn. Als ze dat niet zijn, leidt het volk eronder. De rijken worden rijker en de armen worden armer. De politici eigenen zich het recht van het volk toe. Zeden verwilderen en God wordt genegeerd. Als het goede uiteindelijk triomfeert, zullen Gods kinderen blij zijn. Weet dat er een dag van afrekening komt en dat God eerlijk zal oordelen. Zorg ervoor dat je nooit aan de kant van het onrecht gaat staan, zodat je jezelf niet voor een boze rechter zult moeten verantwoorden. Slechte mensen spotten met God alsof hij niet kan horen en niet kan reageren. Maar God bespot hem. Godloze mensen leven alsof God niets kan zien en niet zal straffen. Maar God wacht geduldig tot de dag dat hun daden zich tegen hen keren. Dan zal hij hen beschuldigen. Gelovigen moeten ervoor oppassen niet dezelfde dwaze gebruiken te volgen als goddeloze mensen. We moeten er altijd aan denken dat God alles hoort en alles ziet. Volk, de allereerste vraag die ik u ga stellen is: wilt u een Israëliet zijn of wilt u een wereldse bewoner zijn? Dank u wel. Psalm 29, vers 11, vertelt ons het volgende. De Heere zal zijn volk sterkte verlenen. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede. Als ik aan u vraag, wie is het volk van de Heere? Wat zegt u dan? We gaan het uitdiepen, dit woord. Israël was en is het volk van God. Israël moest zich in het Oude Testament aan heel veel wetten en regels houden. Heel veel geestelijke en heel veel sociale wetten. Deze wetten waren niet alleen bedoeld religieuze rituele handelingen te verrichten om God positief te stemmen in de hoop dat je gezegend zou worden. Nee, deze wetten waren onder andere ook bedoeld om de rituele handelingen, zoals bijvoorbeeld kinderoffers, die in andere volken rondom Israël wel uitoefenden, niet te laten binnenvloeien in het volk van Israël. Wat mochten ze wel en wat mochten ze niet? Zo ook hetzelfde met de lichamelijke wetten. Wat mocht je wel eten en wat mocht je niet eten? Wanneer was je onrein en wanneer niet? Wanneer moest je je reinigen en wanneer niet? Wanneer moest je je kleren wassen en wanneer niet? Onder andere de boeken Leviticus en Deuteronomium staan al deze wetten beschreven. Toen al was de Bijbel onze wetenschap ver vooruit. God vertelde aan Israël hoe ze een gezond lichaam, gezond moraal, gezonde sociale omgang en een godsvruchtig leven konden leiden. Nu met onze huidige wetenschap begrijpen we waarom de Israëlieten deze wet opgelegd kregen. Puur en alleen om God te dienen? Ja en nee. Ja, omdat het sowieso Gods volk was en is, maar bovenal dat God ze wilde zegenen met voorspoed en een gezond leven. Zowel geestelijk als lichamelijk. Als de Israëlieten zich niet aan die wetten gehouden zouden hebben, dan zouden net als bij de andere volken geslachtsziekte, onvruchtbaarheid, kanker, belaatsheid en vele andere soorten epidemieën het volk hebben getroffen.
zoals je dat juist kon terugvinden in de volken rondom hen. God gaf persoonlijk alle regels en wetten om ziekte en andere zaken zoveel als mogelijk te voorkomen. Eigenlijk hetzelfde als we nu ook weten. Heel simpel. Eet niet te veel, eet niet te vet, rook niet, beweeg regelmatig, poets je tanden, drink regelmatig water, klopt, was je lichaam. Gewoon een paar simpele zaken waarvan we, als het goed is, al van huis mee zijn opgevoed. Voor deze simpele regels hoeft God ons niets meer te vertellen, omdat het zo logisch klinkt. Is dat echt zo logisch? Maar wat doen wij er nou mee, met die wetenschap? Iedere zelfrespecterende Israëliet hield zich aan deze wetten, aan deze regels. Ik weet niet of zij ook al begrepen wat de gevolgen zouden zijn als zij zich net als de volken rondom hen zich niet aan de wetten hielden. Eerder zei ik al dat de Bijbel onze wetenschap ver vooruit was. Ik geloof niet dat de Israëlieten dat konden weten, wat de gevolgen zouden zijn als ze zich niet aan die reinheidswetten hielden. Wij daarentegen weten het wel. Wij zijn gezegend met de wetenschap dat als je je bibs niet wast, er pukkeltjes opkomen. Of als je rookt dat de kans bestaat dat je kanker krijgt. Of als je te veel drinkt, je lever kapot gaat. Of als je je tanden niet poetst, je kiezen uit je mond vallen. Of als je te veel eet, veel vet, word je gewoon domweg te dik. Wat kiezen wij? Luisteren we naar Gods regels, zoals de Israëlieten dat deden? Of luisteren we naar wat de wereld ons te zeggen heeft? Wilt u een Israëliet zijn of een wereldse bewoner? De Bijbel, ik wil u vragen om vanmiddag gewoon eens even de boeken Deuteronomium en Leviticus erop na te slaan. Of op internet te zoeken, of op welke medium dan ook, maar in ieder geval. Waar wij ons aan moeten houden om een gezond leven te leiden. Gezond leven is een gezegend leven. En zegeningen komen alleen van God. Helaas kunnen we niet op alles een antwoord geven, maar als je Gods kind bent, kom je toch te alle tijden in de hemel terecht. Of je nu gezond bent of ongezond. Ondanks dat je je aan de regels hebt gehouden. Wanneer je Gods kind bent, ben je sowieso gered. Laten wij als christen daarom een goed voorbeeld geven. Een goed voorbeeld geven aan degene die naar je kijkt. Een goed voorbeeld geven bijvoorbeeld aan je eigen kind. Aan je partner. Aan je buren. Aan degene die met wie je op school zit. En aan degene met wie je werkt. Jouw lichaam is Gods tempel. Ik wil samen lezen uit 1 Korintiërs, hoofdstuk 19. Ik zie alleen dat ik ben vergeten het vers te noteren. Laat even zitten. Ik lees hem even voor. 1 Korintiërs, hoofdstuk 9, daar staat de volgende tekst. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt? Dat gij niet voor uzelf zijt. Lieve broeders en zusters, dat is ook een vraag die ik mezelf natuurlijk stel en moet stellen. Welk voorbeeld geven wij aan degene die naar ons kijken? Even iets over mezelf. Toen ik nog jong was, ben ik enorm in verwarring gebracht door het volgende. Jaren later, en zeker nu dat ik christen ben geworden, begreep ik die verwarring volledig. Dus eigenlijk is het nu geen verwarring meer voor mij. Maar toen ik kind was, nog wel. Mijn stiefvader, die een verwend roker was van Gulovazeshek, of Gulovazeshigaretten, maakte met mij de deal dat als ik tot mijn 16e niet zou roken, dan zou ik 100 gulden krijgen. Nou, dat klinkt geweldig, toch? Ik was denk ik 13 of zo. Nou, 100 gulden, dat is toch wel een hoop geld, hè? In diezelfde periode kwam het volgende. Dat is een vriend van mij. Die zou zijn rijbewijs krijgen. Als hij tot zijn 18e niet zou roken. Ook geweldig, toch? U kent dit soort afspraken, denk ik wel, of niet? Misschien heeft u ze zelf wel gemaakt op dit moment met uw eigen kinderen. Misschien. Ik wil u niet beledigen, maar let op het volgende. Simpele rekensom. Kinderen zijn slim genoeg. Dan ga je toch roken als je één dag en 16 jaar bent. Of hup, je rijbewijs in de knip en gaan roken als je één dag en 18 jaar bent. Want dat was de afspraak. En je kan er geen nee tegen zeggen.
Ja, je zou erop moeten lachen. Maar het is eigenlijk diep droevig. Weet u, ik noem dit met een mooi woord gerichte manipulatie. Want het volgende is gebeurd. En daarvoor die verwarring. Mijn stiefvader stierf op zijn 67ste. Zijn lichaam was volledig kapot gegaan door roken en door drinken. Dan kon hij er ook. Hij kon er aardig wat van. De vader van mijn vriend, waar ik het net over had, is op 63-jarige leeftijd overleden aan longkanker. 2 maanden nadat hij het te horen had gekregen, is hij gestorven. Maar ik had mijn 100 euro in de pocket en mijn vriend had zijn rijbewijs. We hadden allebei geen vader meer. Ik hoop dat deze boodschap u raakt. Als je kind niet wil dat hij vloekt, vloek dan zelf ook niet. Als je niet wil dat je kind gaat roken, rook dan zelf ook niet. Als je wil dat je kind later een stabiele relatie krijgt, leef deze dan voor. Laat uw kind, uw partner, uw buren, uw vrienden, uw familie, uw eigen broeders en zusters niet in verwarring achter, zoals dat met mij en mijn vriend is gebeurd. Wees een Israëliet. Maak die keuze vandaag. Wees geen wereldse bewoner. Laat God u zegenen, zoals hij dat ook deed bij de Israëlieten. Laat uw lichaam een tempel zijn van de Heilige Geest. Amen. Vies, het 30ste woord. Jesaja 64, vers 6, zegt ons het volgende. Wij zijn alle geworden als een onreine. Al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed. Wij vielen allen af als het loof en onze ongerechtigheden voerden ons weg als de wind. Vertaald naar het moderne Nederlands staat het volgende. Wij zijn allemaal vuil van de slechte dingen die we hebben gedaan. We zijn te vies om aan te raken. We zijn zo smerig als kleren vol bloedvlekken. We sterven als bladeren die van de boom vallen en door de wind worden meegenomen. Onze misdaden doden ons. Ook hier spreekt onze regels voor het leven, de Bijbel, weer heldere taal. Onze misdaden doden ons. We zijn te vies om aan te raken. Wie reinigt ons van onze zondes? Jezus. Wie maakt ons weer schoon als we vies zijn geworden? Jezus. Wie houdt ons af van de eeuwige dood? Jezus. Matteüs 23, vers 27 zegt ons het volgende. Wee u schriftgeleerden en fariseërs, gij huichelaars, want gij gelijkt op gewitte graven die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onrechtigheden. Vers 28 zegt ook het volgende. Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting. Ook ik moest slikken van deze rake woorden. Woorden van duidelijkheid. Woorden met kracht en woorden van terechtwijzing. Wie wil dit nou aanhoren? Wie zei dit eigenlijk? En voor wie was deze boodschap bedoeld? Nou, dat is te lezen in deze tekstgedeelte. Daar staat er toch bij. Het was bedoeld voor de fariseeën. Nou, dat is dan goed, hè? Want dan is het dus voor iemand anders bedoeld dan voor mij. Maar waarom komt het dan toch zo confronterend over? Het geeft stof tot nadenken. Het is niet bedoeld om er overheen te lezen. Het is bedoeld om er binnen te laten komen. Het is een boodschap voor u en voor mij. Als het alleen voor de fariseeën bedoeld was, dan had het nu niet in ons boek voor de regels van het leven gestaan. Dan had God deze tekst er wel uitgelaten. Zijn wij ook fariseeërs? Zijn wij ook huichelaars? Ik heb er best veel moeite mee. Hoe gedraag ik mij op mijn werk? Lach ik ook mee met die vieze en discriminerende moppen? Kijk ik ook mee met die boekjes van roddel en perversiteit? Of hou ik er mij van buiten? Best moeilijk als je in een omgeving bent waar al dit soort zaken als gewoon worden beschouwd. Dat is lastig. Ja, lieve mensen, het is lastig. Zoals ik al zei, ook ik vind het moeilijk. Maar Jezus maakt ons verschoon nadat we vies zijn geworden. Dit geeft natuurlijk geen vrijbrief om je maar vies te laten maken. Nee, het is een groeiproces waarin je steeds sterker wordt, geholpen door de Heilige Geest. Zodat je steeds langer rein blijft. En als je dan toch uitglijdt, is hij er om je te reinigen. Een hele bemoediging. Maar wees inderdaad geen fariseer. Zij wisten hoe het zat, maar leefden er niet naar. Daarom gaf Jezus ze een flinke draai om de oren. Ook wij weten hoe het zit,
laten wij er dan ook naar handelen. Het laatste woord uit de serie met woorden met een V is het woord vlees. En daarmee wil ik u vragen wel samen mee te lezen uit Johannes 6. Johannes hoofdstuk 6. En we gaan lezen vanaf vers 22. En we lezen maar liefst door tot en met vers 59. Het brood des levens. Vers 22. De volgende dag zag de schare die aan de andere zijde van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was geweest dan één, en dat Jezus niet met zijn discipelen in dit schip gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen waren weggevaren. Doch er kwamen andere scheepjes uit Tiberias bij de plaats, waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Heere gedankt had. Toen de schare zag dat Jezus daar niet was, en ook zijn discipelen niet, gingen ook zij in de scheepjes en kwamen te Capernaum om Jezus te zoeken. En toen zij hem aan de overkant der zee vonden, zeiden ze tot hem, Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide, voorwaar, ik zeg u, gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft in het eeuwige leven, welke de Zoon des levens u zal geven. Want op hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt. Ze zeiden dan tot hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tot hem, wat voor teken doet gij dan, opdat wij mogen zien en u geloven? Wat voor werk doet gij? Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is, brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Jezus zeide dan tot hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want dat is het brood Gods, wat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren en wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij niet gelooft, ook al hebt gij mij gezien. Alles wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laten gaan, maar het opwekken ter jongste dagen. Want dit is de wil mijns vaders, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in mij gelooft, eeuwig leven hebben. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Vanaf vers 41 lezen we het volgende. De Joden dan moorden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is het niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij nu, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde en zeide tot hen, moord niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken, en ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen door God geleerd zijn. En ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor het leven der wereld. De Joden dan streden onderling en zeiden, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Deze zeiden dan tot hen, voorwaar, ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Gelijk de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Dit zeide hij
lerende in de synagoge te Capernaum. Het woord vlees. We zijn het in dit stuk nu een aantal keer tegengekomen. En we gaan het proberen verder uit te diepen. In het laatste vers staat dat Jezus dit aan de mensen uitlegde in de synagoge van Capernaum. Het was leuk om te weten dat hij dit aan mensen uitlegde. Dat is een mooi stukje historie, toch? Maar waarom staat het nu in onze Bijbel? En waarom wil Johannes ons dit nu met de dag van vandaag aan ons vertellen? Wat hebben wij eraan? Uit de studiebijbel kan ik het volgende overnemen. Jezus bekritiseerde de mensen, dat hebben we al eerder gelezen trouwens, Jezus bekritiseerde de mensen die hem alleen maar volgden om de lichamelijke en tijdelijke voordelen. Niet omdat ze geestelijke honger hadden. Wij moeten Christus volgen omdat we de waarheid nodig hebben. Veel mensen gebruiken godsdienst een egoïstisch motief. Bijvoorbeeld om aanzien of een comfortabel leven te leiden. Ware gelovigen volgen Jezus omdat ze weten dat zijn manier van leven de beste manier van leven is. Jezus beantwoordde een vraag die veel oprechte zoekers naar God nog steeds bezighoudt. Hoe kunnen wij doen wat God wil? Elke wereldgodsdienst is een poging van de mensheid om die vraag te beantwoorden. Maar Jezus' antwoord is kort en krachtig. We moeten geloven in hem die God gestuurd heeft. We kunnen God niet tevreden stellen door te doen, maar door in Jezus te geloven. Sluit mooi aan de preek van vorige week trouwens. De eerste stap is te rechtvaardigen dat Jezus Gods zoon is. Hierna zal geestelijke groei volgen. Zeg in gebed tegen Jezus, u bent de Christus, de zoon van de levende God, mijn verlosser. En begin dan te leven vanuit je geloof. Dat verheugt de schepper. Mensen eten brood om de honger te stillen en hun lichaam te laten functioneren. We kunnen geestelijke honger alleen stillen, daardoor een geestelijk leven op gang houden, als we een juiste relatie met Jezus Christus hebben. Het is dan ook niet vreemd dat hij zichzelf het brood dat leven geeft noemt. Maar brood moet gegeten worden om te kunnen leven en Christus moet in ons dagelijks leven uitgenodigd worden om ons geestelijk leven te geven. Jezus werkte niet los van God de Vader, maar in harmonie met hem. Dit geeft ons nog meer zekerheid over onze veiligheid in hem. Het was Jezus' doel de wil van God te doen en niet om zijn menselijke verlangens te stillen. Als wij Jezus volgen, moeten wij hetzelfde doel hebben. Jezus zei dat hij niet één van de mensen die de Vader hem had gegeven zou verliezen. Dus mag ieder die oprecht gelooft in Jezus Christus als verlosser, zeker zijn van Gods belofte van eeuwig leven. Christus zal niet toestaan dat zijn mensen door Satan worden overmeesterd, zodat ze hun redding zouden kunnen verliezen. Wie in Jezus geloven, zullen vanuit de lichamelijke dood weer levend worden en eeuwig leven met God. Wie in Jezus geloven, zullen vanuit de lichamelijke dood weer levend worden en eeuwig leven met God hebben op het moment dat Jezus terugkomt. In vers 41 lazen we dat de geestelijke leiders beginnen te stoken, omdat ze Jezus' aanspraak op goddelijkheid niet konden aanvaarden. Ze zagen hem alleen als een timmerman uit Nazareth. Ze weigerden te geloven dat hij Gods zoon was en konden zijn boodschap niet verdragen. Veel mensen wijzen Jezus af, omdat ze zeggen niet te kunnen geloven dat hij de zoon van God is. In werkelijkheid kunnen ze de aanspraken die Jezus op hun leven maakt niet accepteren. Dus verwerpen ze de boodschapper om zichzelf te beschermen tegen de boodschap. God, en niet de mens, speelt de meest actieve rol in de verlossing. Als iemand ervoor kiest te geloven in Jezus Christus als verlosser, doet hij dat alleen als antwoord op het aandringen van Gods Heilige Geest. God dringt aan. Daarna besluiten wij of we wel of niet geloven. Dus niemand kan in Jezus geloven zonder Gods hulp. We hebben zijn Heilige Geest nodig om in God te blijven geloven en God te willen blijven zien in ons leven. In vers 45 zegt Jezus ons dat niet alleen horen, maar ook leren belangrijk is. Wij groeien in geloof
en wat God ons in de Bijbel leert. Door levenservaring en door wat de Heilige Geest ons leert en door onze omgang met medegelovigen. De geestelijke leiders vroegen Jezus vaak de bewijzen waarom hij beter was dan de profeten die ze al hadden. En in vers 48 verwijst Jezus hier naar het brood uit de hemel, het manna, dat Mozes aan hun voorouders gaf. Dat brood was namelijk lichamelijk en tijdelijk. De mensen aten het en het was voldoende voor één dag. Ze moesten elke dag opnieuw weer brood halen en het brood kon niet voorkomen dat ze toch stierven. Jezus biedt zichzelf aan als het geestelijke brood uit de hemel, dat volkomen verzadigt en eeuwig leven geeft. Hoe kan Jezus ons zijn lichaam als brood te eten geven? Eten van het brood dat leven geeft, betekent dat wij ons verenigen met Christus. We zijn op twee manieren met Christus verenigd. De eerste is door te geloven in zijn dood en opstanding. En de tweede door te leven zoals hij dat van ons vraagt. En te steunen op zijn onderwijs en te vertrouwen op de Heilige Geest voor kracht. In vers 56 komen we het woord vlees tegen. Ons 31ste en laatste woord van deze serie. In vers 56 zegt Jezus tegen ons, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Vlees eten en bloed drinken, dat klinkt heel cannibalistisch. Maar Jezus sprak hier natuurlijk niet letterlijk over vlees en bloed. Hij bedoelde hiermee, en dat kunnen we ook terugvinden in diverse geschriften van Paulus, het brood en de wijn, zoals wij dat nemen bij het avondmaal. Daarom drinken en eten wij iedere eerste zondag zijn vlees en bloed in figuurlijke zin, als zijn het brood en de wijn, zodat wij in Jezus zijn, in Jezus. Mocht je de Heer Jezus nog niet kennen, mocht er hier mensen zijn waar dit allemaal nieuw voor is, mocht hier mensen zijn die de Heer Jezus, ja, dat wat afstand is gegroeid tussen u en de Heer Jezus, wil u echt uitnodigen om na de dienst een van onze oudsten aan te spreken, een gesprek aan te gaan en te bidden. Of het gesprek dieper in te gaan, om te kijken hoe we met elkaar weer het geloof weer nieuw leven in kunnen blazen. Mocht de Heer Jezus niet kennen, wil ik u ook vragen, is het dezelfde uitnodiging? Want Heer Jezus in uw leven aannemen is een geweldig goed iets. Niet alleen dat u dan een goed leven hebt hier op aarde, maar ook omdat u dan een eeuwig leven hebt. Amen.